De kenniskring is van mening dat Suriname in de ban is van de termen rechtsstaat, staatsveiligheid en constitutionele crisis. Iedereen geeft zijn visie over deze juridische termen en de media staat er vol van. Ook de toeristenbranche is zeer bezorgd. Nadat Canada Suriname onveilig verklaarde, heeft de Surinaamse regering nu zelf ons land internationaal in een toeristisch dilemma geplaatst, door bekend te maken dat de staatsveiligheid in gevaar is. Daarom heeft de kenniskring gisteren een aantal juristen hun licht doen schijnen op de terminologie en de eventuele sociaal-maatschappelijke effecten die ze teweeg kunnen brengen. Het gekozen thema was onze rechtsstaat en staatsveiligheid. De gastsprekers waren Hugo Esset, advocaat en gemachtigde van de nabestaanden van 8 december, en Stanley Bettersen, jurist en ex-minister van regionale ontwikkeling. Esset gaf onder meer aan dat het constitutioneel hof een verkeerde naam heeft. Want het constitutioneel hof heeft een taak, abstracte toetsing, want de eerdere twee genoemde vorm van toetsing van de wet aan een hogere regeling, dus aan de grondwet of het verdrag. Die toetsing noemen we de concrete toetsing. Het gaat dan ook steeds om concrete gevallen. De betreffende wet wordt niet buiten werking gesteld. Nee, de betreffende wet wordt alleen in die rechtszaak buiten toepassing gelaten. Concrete toetsing ter bescherming van de burger. En als de rechter dat doet, dan moet een behoorlijke overheid goed gaan nakijken of die wet wel een goede wet is. Want als de rechter hem buiten toepassing verklaart, in één geval en misschien in meerdere gevallen, dan is er misschien toch wel iets niet goed met die wet. Zo werkt checks en balances. De een doet wat en de andere reageert daarop, als het door het doen van de een de zaak een beetje buiten balans raakt. Dat constitutioneel hof heeft de verkeerde naam, wat mij betreft, omdat het een administratieve beroepsinstantie is. Beweer met stelligheid dat het constitutioneel hof, zoals we dat in Suriname kennen, geen rechterlijke instantie is, verre van dat. Hugo Esset, advocaat en gemachtigde van de nabestaanden van 8 december. Samen met ex-minister van regionale ontwikkeling, Stanley Bettersen, hield hij gisteren een inleiding bij de lezing van de kenniskring.